the energy vibration lezen voor de Steenbok en Moon Rising sign. Ik moet zeggen bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun en bedankt aan iedereen. Okay. Whatever de situatie is en dat is gespeeld in je leven. Niet vergeten, voor de mensen die zeerden, ga even de jaren lezen, gaan luisteren en nu zie je best wel de energie van de week. Oké, okay? Een zeer positieve week voor jullie Steenbok mensen. Als we gaan even kijken, we hebben water energie, een positieve water energie op maandag, omdat sommige van jullie dat is met een visgreep of een scorpion. Zo'n goede nieuws komt voor jou en de persoon en dat is best wel goed. Voor sommige van jullie, de persoon gaat even positieve nieuws naar jou gaan brengen. Als we bekijken de energie van de 9 van Pentacles, sommige van jullie krijgen te horen dat je krijgt best wel veel geld komt binnen van jou. De energie of de tweelingziel is ook hier. Sommige van jullie, je gaat je rug aan je tweelingziel even gaan draaien, omdat je gaat kiezen. Financial stability for yourself kan opbouwen en dat is best wel goed. Now, hier hebben wij een energie waar this energy form je begint om te zien de waarheid van de situatie. En dat je hebt gezien de waarheid van de situatie, je hebt de energy van de Raad van Fortune. En bij de energy van de Raad van Fortune heb je de energy van de Hound. En dat is goed. A zeer positive energy. De energy van de Raad van Fortune comes up. Waar je ziet duidelijkheid over een karmatische situatie of iets. Van de verleden van wekens de Raad van Fortune. En dit is een karmatic situatie met een vriend of een vriendin. Okay? Nou, sommige van jullie dat gedraagt heel veel op jou. En dat komt door iemand, dat is een visgreep of een scorpionnetje. Zij moet je heel veel gaan betalen. Zij moet je heel veel gaan terugbetalen. Okay? Want deze persoon heeft iets gedaan. En zo is het de rector of mensen van overheid en power heb gezien wat deze persoon heeft gedaan. En ze moet je heel veel geld kan terugbetalen. Dit is de energie of jij succes uitkomen. Er is heel veel liefde, dames en heren, in deze week voor jullie. Heel veel liefde. Heel veel krachtige liefde voor jullie Steenbok in deze week. Dus sommige van jullie Steenbok gaat even dat kennen, zus, vriendin of zo. En deze vrouw gaat je heel veel geld kan terugbetalen vanwege dat daar is een situatie van heel veel leugens en bedrieg wat deze vrouw heeft gedaan. Nou, als we bekijken, de nacht van de cup is hier. Dat is een jonge vent. Dat is een visgreep of scorpionnetje. Voor sommige van jullie, hij komt op als een kind. Je gaat even realiseren dat deze persoon is alleen over de geld. Deze persoon heeft niks van liefde in zijn hart. Hij is over alleen de geld, oké? Okay? Niks voor hem is belangrijk, oké? Okay? En de moeder zie dat of de schoonmoeder, of de stepmoeder, of dat soort of ding. Realiseer dat deze kind is alleen voor de geld. Niks meer, niks minder. Maar je gaat deze situatie overkomen, omdat sommige van jullie gaan besluiten deze persoon uit je leven om weg te jagen voor eens en weer. So, as we see the energy in the weekend is a zeer positive energy. A zeer positive energy for jullie Steenbok in the weekend. Krachtige energy, zeer positief vanwege dat de Raad van Fortune is hier. Sommige van jullie gaat iemand ontmoeten op zaterdag en dat woord is zeer positief relatie. De energy van de ring is daar zeer positief relatie. Sommige van jullie gaat iemand dat is een ram leo of een boodschotter. As it is a leo or a boodschotter. Is het ja, ga daarvoor, oké? Okay? Dus sommige van jullie gaat deze man
Hij is tussen de leeftijd van 18 en 45 ontmoeten. En dit is iemand dat je kent van het verleden. En dat is meteen geraakt. Ja, dat is de man voor jou. En je gaat dat best wel zien. Now, we have the energy from the 6 van Staver. Some good news komt binnen voor heel veel van jullie Stenbock. Positief goede nieuws. De Raad van Fortune brengt terug goede mensen in je leven. En dit is zeer, zeer positief. Now, for the mannen, and victory and overcome in je zaken, this is best wel goed. Positive informatie, positive situatie met je zaken gaat echt opkomen voor jullie Stenbock. Zeer positieve weken. En voor jullie Stenbock, maakt niet uit. En ik zie heel veel promotie voor mannen in de zakelijke wereld. Heel veel promotie. Het is best wel een positieve week. Dat is aangekomen. Zeer positieve week. Je ziet deze situatie en deze energie. Van positieve situatie en positieve energie. Echt sommige van jullie dame, die zijn in very in echt hoge positie. Je gaat je rug terug naar je soulmate. Je gaat je rug terug naar je soulmate. Nou, de weekend is zeer positief. En als jij iemand ontmoet in deze weekend, deze persoon wordt je man of je vrouw. Oké? Zeer positief. Dus als je iemand ontmoet in deze weekend, deze persoon gaat echt je man of je vrouw worden. Nou, de energie van de 6 van Staven is hier, is een zeer positieve energie. Energie van de 6 van Staven is hier, zeer positief. En als je bekijkt voor jullie Stenbock mensen, positief, succesvol relatie, als je bent in een relatie met de viskreef of een scorpion. Vrienden, je gaat in aanraken komen met mensen in eye places, vrienden in ogen places, okay? And whatever the situation is, je krijgt goede nieuws over a kind. En deze kind is out for geld. Ik zal taking jullie zeggen, eind de relatie met deze kind, okay? Omdat as you have a kind and it is over de geld en materialistic ding, het is goed, laat die even gaan, okay? Je gaat niet stoppen van de ouder voor de kind, maar het is best dat hij op zijn plaats gaan, okay? Now, is your positive message? You can it hier zien. Het zegt, ik doe whatever it, ik doe whatever om te closer toward it to consciousness, okay? Dus je doet wat je doet alles wat het nodig hebt om dichterbij consciousness, and this is zeer zeer positief. Dus dames en heren, ik wens jullie zeer zeer krachtige positive energy vibration. Ik ga even zeggen namaste, tot de volgende keer.